Emmanuel, 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 Emmanuel. Your name be praised, en luisteraars, welkom bij Bijbelwoord. Mijn naam is Marcel van der Lisle, broeder Marcel van der Lisle. En weer wel, ik heet u welkom bij een nieuwe aflevering van Bijbelwoord. Het programma dat u teachings geeft om uw christelijk leven een boost te geven. En om te leven zoals God dat van u vraagt. Alles wat we zeggen, alles wat we doen, alles waarover we praten, onderbouwen we met Bijbelse teksten. Dus wat ik hier zeg, komt uit de Bijbel. Wat ik hier zeg, is mij ingegeven door de Heilige Geest. Wat ik hier zeg, is om u op te bouwen in uw geestelijk leven. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om Marcel van der Lisle. Het gaat om God. God zijn woord. En God zijn woord is belangrijk. Alles wat staat in de Bijbel is waar. Alles wat staat in de Bijbel is goed. Vorige week had ik gesproken over wandelen met God. Vandaag is het deel 2. Maar ik noem het vandaag in Gods aanwezigheid vertoeven. Wat wil ik daarmee zeggen? Wandelen met God is dat je al wandelt met God. Maar wat moet je doen om te continu en constant te blijven, te vertoeven in zijn aanwezigheid? Want we kunnen wandelen met God en dan maakt hij een bocht naar de andere kant en we zijn niet meer met God. Of wij maken zelf die bocht, want meestal is God altijd. God is omnipresent. God is altijd aanwezig. Dus God is op dit moment hier, terwijl ik hier sta. Het enige verschil is, ik moet ervoor zorgen dat de juiste atmosfeer gecreëerd wordt. Er moet de juiste atmosfeer zijn. Ja, en dat doen we vaak door lofprijzing en aanbidding. Ja, en dankzegging. En ik moet ervoor zorgen dat de omgeving schoon is. Ja, als je mensen thuis ontvangt, ja, dan is je huis schoon. God komt niet op plaatsen waar het niet schoon is. Dus als God hier aanwezig moet zijn in de studio, ja, dan gaat hij aanwezig zijn omdat het hier een atmosfeer is, ja, die hem aantrekt. Dan gaat hij zichzelf openbaren. Daarom right now, I thank God for his presence in this studio on this moment right now. Ik ga vandaag praten over Gods aanwezigheid. Ja, in Gods aanwezigheid vertoeven. Vorige week, ja, hadden we gezegd wandelen, wandelen met God. Vandaag praat ik over in Gods aanwezigheid vertoeven. En daar, om in zijn aanwezigheid te vertoeven en te blijven, ja, dan ga je moeten lofprijzen, dan ga je moeten danken. Alles wat we doen, alles wat we moeten doen, vloeit uit een diep verlangen om in de aanwezigheid van God te vertoeven. Dus alles wat u doet, moet eigenlijk een verlangen zijn om bij God te zijn. Maar je kan niet zomaar bij God zijn. We moeten ons onderwerpen aan zijn gezag. We moeten geduldig zijn. We moeten gehoorzaam zijn. We moeten rein zijn. We moeten puur zijn. En meer nog, we moeten dank zeggen. We moeten lof prijzen en we moeten aanbidden. Dat gaat ervoor zorgen dat we in zijn aanwezigheid moeten zijn. En het allerbelangrijkste, we moeten heilig zijn. En heiligheid is iets waarop ik vandaag de nadruk zal zetten. Ja, heiligheid is iets wat belangrijk om Gods aanwezigheid te voelen. Dan praten we over ware aanbidding. En wanneer we praten over ware aanbidding, kunnen we dat alleen maar doen, beste broer, beste zus. Wanneer we in die heiligheid vertoeven. En dan kan dat je sting de ego tak je tot je demasra aanwezigheid. En dan kan. Trouwens, hij gaat zich ook niet laten zien. Ja, als u in zonde leeft, ja, gaat het ervoor zorgen dat hij niet in uw aanwezigheid zal zijn. Hij gaat zijn aanwezigheid terugtrekken uit uw buurt. Hij gaat ervoor zorgen dat je hem niet hoort. Hij gaat ervoor zorgen dat je hem niet ziet. Ja, wanneer we in die vuiligheid leven, ja, van roddel, overspel en dat soort zaken. Hoe moeten wij ons gedragen, beste broer, beste zus? Wat moeten wij doen? Hoe moeten wij het doen om continu in die aanwezigheid van God te vertoeven? Daarover praat ik vandaag. Vorige week
hebben je uitgelegd hoe je wandelt met God. Maar nu moeten we continu in die aanwezigheid van God vertoeven. Daarom zal je dan ook dan continu wandelen met God. Laten we bidden. Vader, ik kom tot u. Vandaag praat ik over uw aanwezigheid. Your presence, God. Lord, kom, we nodigen u uit bij dit programma. Laat de woorden die u in mij legt niet leeg tot u wederkeren. Maar laat het de harten raken van mijn broer, van mijn zus, van mijn geloofsgenoten die daar thuis zitten en luisteren. Heer, Vader, ik vraag vergiffenis voor onze zonden. Reinigt u ons met uw kostbaar en machtig bloed, Vader. Reinigt u en wast u onze oren schoon, onze hart schoon, Vader. Zodat we met goede concentratie kunnen luisteren vandaag in de naam van Jezus. Heer, ons gebed vandaag is dat u altijd met ons bent en dat wij altijd in uw aanwezigheid mogen vertoeven. Vader, vandaag zal ik spreken daarover dat de woorden die ik vandaag uitspreek, de mensen instructies, tools en tips geven vanuit het woord om in uw aanwezigheid te vertoeven voor altijd. Vader, wilt u ons zegenen? Wilt u dit programma begeleiden, Heilige Geest? En laat het gaan zoals u dat wilt. Lord, take the stage. Lord, have your way. I'm just a vessel. And when you're done, I give you all the glory. In Jesus' mighty name. Amen. Amen and amen. Goed, vandaag praat ik over vertoeven in Gods aanwezigheid. Zij die laat hebben ingetuned, nogmaals goedemiddag. Ja, om Gods aanwezigheid te voelen, dan praten wij over aanbidding. Praten wij over ware aanbidding. Aanbidding is één van de hoofdthema's, ja, die in de Bijbel, continu in de Bijbel, ja, wordt besproken. Kijk wat er staat in Jesaja 25 vers 1. Jesaja 25 vers 1. Heer, u bent mijn God, ik zal u hulde bewijzen. Uw naam loven, want wonderbaarlijk zijn uw daden. Wonderbaarlijk zijn uw daden. U hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd. Jesaja 25 vers 1. Yes, ja, heel veel broeders en zusters en zelf, zij die in een praise team of in een worship team zitten, weten niet eens wat ware aanbidding is. Sommige pastors weten het niet. Sommige kerken weten niet eens wat ware aanbidding is. Het is niet gewoon zondag of naar de kerk komen en een lijstje van liedjes afwerken. Dat is geen aanbidding. Natuurlijk vindt God het een eer en heerlijk als u voor hem zingt. Maar wanneer we praten over aanbidding, dan is het another cup of tea, my bestie brother en bestie sister. Ja, ga binnen. Laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de Heer, onze Maker. Psalm 95, vers 6. Psalm 95, vers 6. Ga binnen in uw binnenkamer, in uw secret place. Laten we buigen in aanbidding, knielen voor de Heer, onze Maker. En op deze zing vijf liedjes dat je aanbidt, Jezus. En op deze zing vijf liedjes dat je aanprijst, nee, dat is hoe werkt dat ding niet. Het moet vanuit je diepste, het diepste van je hart komen. Are you with me? Amen. Ja, als zingen in de kerk voor u aanbidding is, dan bent u nog niet begonnen met aanbidding. Echt waar. Als u vindt van, ik ga naar de kerk om te zingen, te lofprijzen enzovoort. En dat is mijn aanbidding, dat je nog door het is. Dat je nog zelfs een aanbidding. Wel, vandaag gaat u weten wat aanbidding is. En ik ga u zeggen wat aanbidding is. Dat vanaf vandaag, na het programma, u anders God gaat zoeken. U anders gaat aanbidden. Wanneer u gaat vanuit het diepste van uw hart. En God ziet het, want God kent ons hart. Ik ken uw hart niet. Het staat ook niet op uw voorhoofd geschreven. Maar God kent ons hart. Amen. Ja. En als u zegt, ik, God kent mijn hart. Ik weet wat hij van me kent. Boy, dan laat ik het aan u over. Dat is uw verantwoordelijkheid. Ja, Jesaja zegt, Heer, u bent mijn God. Ik zal u eren en prijzen, want u heeft wonderen gedaan. U doet wat u lang geleden al heeft besloten. Dat zegt hij in Jesaja 25 vers 1. Het is een belangrijke vers voor aanbidding. Dus wanneer ik tot u praat, beste broer, beste zus. Ja, dat zijn deze dingen die je moet. Vandaag heb ik veel Bijbelse teksten voor u benoemd. Omdat ik elke keer wanneer ik tot u spreek, dan zeg ik van, u moet het kunnen toetsen. Ik kan niet hier staan, op dit platform, en verkondigen, dan is het niet toetsbaar. Alles wat ik zeg, moet u terug kunnen vinden in het woord.
waar aanbidding plaatsvindt in ons hart. Waar vindt het plaats? In ons hart. Omdat daar die liefde van Jezus voor Jezus is. Daar kan je laten zien hoeveel je van Jezus houdt. Daar eren we Jezus mee. Het loven van Jezus, het danken van Jezus. Keer op keer, je leven lang, vanuit je hart aanbidden, vanuit het diepste van je hart. Vandaar, vanuit dat punt begint die aanbidding, beste broer, beste zus. En dan even jumpen, sani, ay, halleluja. En je denkt, sommige mensen dansen zelf bijna daar op het podium, jongens. Je denkt, dat kan wel een beetje pokoe party. Nee, dat werkt zo niet, vanuit het diepste van je hart. Je legt jezelf helemaal bloot neer en al je naaktheid kom je voor, verschijn je voor God. Ja, laat alles wat adem heeft de Heer prijzen. Halleluja, halleluja. Psalm 150, vers 6. Laat alles wat adem heeft de Heer prijzen. Halleluja, are you with me today? Leuk, vandaag is halleluja. Vandaag praat ik over aanbidding, beste broer, beste zus. Ik bemoedig je. I empower you. I encourage you. Ja, echt waar. Ga aanbidden. God houdt van u. Wees hem hoeveel je van hem houdt door middel van aanbidden. In deze sessie zal ik nader omschrijven voor u, beste broer. Wat die lofprijs, die dankzegging betekent. En wat het doet. En waar het, dat het je brengt naar aanbidding. Ja? Dankzegging, lofprijs en aanbidding. Luister goed die volgorde. Dankzegging, lofprijs en aanbidding. Om Gods gedachten te leren kennen. Is het echt nodig dat we vertoeven in zijn aanwezigheid. You know Masaramus de sting. You know Masaramus de one-on-one. You know Masaramus de brasa. Multifacie. Zoon-dochter, vader relatie. Dat moet uw relatie zijn. Diepie. Uit het diepste van je hart. Als wij binnenkomen in zijn aanwezigheid, dan verlangt hij van ons dat we offers brengen. Offeren, we moeten ons opofferen. Los van het feit dat we tiende en offeranderen brengen. Iemand stelde me laatste vraag. Ja, moet je tiende opofferen? Ik ga je één ding zeggen. Elke christen moet zijn tiende afleveren. Elke christen moet offeren. Want de kerk moet ook zijn lichten aandoen. Die priesters, die dominees moeten betaald worden. We kunnen niet steeds alles krijgen. We moeten stoppen bij die hebzucht. We rijden wel naar een van de andere barbecuezaak of naar McDonald's of hoe noem maar op. Om uit te geven, maar we zijn bang om die tiende te betalen. Terwijl wanneer God jou geeft, geeft hij met overvloed. The giver is more important than the receiver. Geef zoveel je kan aan God. En als je jouw tiende overslaat, dan stil je van God. Dus wanneer we in zijn aanwezigheid willen vertoeven, dan moeten we ook onze tiende op tijd betalen. Ook al is de kerk dicht, ook al komen we niet bij elkaar, maak het geld over. En als je niet over kan maken, bel de paard en vraag waar je het kan brengen. Mensen betalen geen tiende, maar ze kopen elke dag chow mein. Ik heb gisteren eentje gekocht, 170 SID. Wat zou jij nou kon doen? Ik word steeds beter in koken. Maar dat is tussen u en ons. Tussen mij en u. Ja, vertelt u aan niemand. Ja, ik word steeds beter in koken. Maserati, Bori. En ik plant op mijn erf. Maar wanneer we, nogmaals beste broer, laat me teruggaan, laat me niet afwegen. Als je in die aanwezigheid van God wil vertoeven, ja, dan is het dat je op een ander geestelijk niveau gaat opereren. Dan moet je zeggen van, hé, God, ik wil bij u zijn. En daarom zegt God in Jesaja 4, vers 23 en 24. Nogmaals, Johannes 4, vers 23 en 24. Johannes 4, vers 23. Maar die tijd komt. En het is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. I told you. Heb ik je een paar keer al gezegd, you are spirit first. Je kan niet met je vlees en bloed God aanbidden. Nee, that's why you must be born again. Je moet wedergeboren zijn. Johannes 3 vers 6, gaat u het lezen. Toen Jezus dat gesprek had met Nicodemus. Je moet wedergeboren zijn. Je moet in de geest zijn. Want wanneer de Heilige Geest in jou is, heb je dat contact met God. Ik praat vandaag over in de aanwezigheid van God vertoeven. Je gaat er wat voor moeten doen. En zomaar, Sani, beste broer, beste zus. We gebruiken de termen lofprijs, dankzegging en aanbidding vaak door elkaar heen. Nogmaals, lofprijs,
Je hebt dankzegging, je hebt lofprijs en je hebt aanbidding. We moeten ze in de juiste volgorde gebruiken. We moeten ze op de juiste manier invullen. Ze zijn allemaal verwoven in elkaar. Ze horen bij elkaar, maar er is wel een volgorde. Ja, we hebben een God en onze God is een God van orde. We weten niet waar de een, we weten waar de een begint, maar we weten niet waar het einde. Ja, wanneer je iemand begint, dan moet je geleid worden door de Heilige Geest. En wanneer je geleid wordt door de Heilige Geest, dan zal er vanzelf ja, een verandering plaatsvinden in hetgeen of de manier waarop je uit. Ja, we kunnen bijvoorbeeld de volgorde. Dit is de volgorde die ik wil. Ja, die staat in de Bijbel. Ja, dat je het aan moet houden. Dankzegging staat in relatie met Gods goedheid. Dus we zijn dankbaar dat we kinderen van God zijn. We zijn dankbaar dat we kinderen van God zijn. We zijn dankbaar dat we in zijn aanwezigheid moeten. We zijn dankbaar dat hij ons geschapen heeft. We zijn dankbaar dat hij ons gecreëerd heeft. We zijn dankbaar dat het is genade. Genade, dankbaarheid heeft ook te maken met genade. Dat ik hier sta vandaag en dat ik tot u mag spreken. Ik ben dankbaar. Martin is dankbaar. Mijn cameraman is dankbaar dat hij dit programma met mij mag maken. We zijn dankbaar dat we hier staan. Dat we kunnen leven. Het is zijn liefde. Het is dankbaar. Dus als eerste danken we God voor alles. Ook wanneer je gaat bidden, begin je God te danken. Ja? En wanneer je hem dankt, dan gaat het over in lofprijzing. Lofprijs staat in relatie met Gods grootheid. God op je. Ja, loof en prijs in. Als je iemand kan vinden die groter is dan God, de levende God, ik praat over Jezus Christus, Jehovah Elohim, Jehovah Adonai, Jehovah Sekenu, Jehovah Mekker, als jij iemand kan vinden die groter dan God is, wil ik het graag van u weten. App me direct. App me direct. We praten over zijn grootheid. God is groot, beste broer, beste zus. Daarom lofprijzen wij hem. En wanneer we gaan aanbidden, ja, staat dat in relatie met zijn heiligheid. Omdat wanneer we hebben gedankt, wanneer we hebben geloofd, dan gaan de poorten voor ons over om te stappen in die aanwezigheid van God. En wanneer we in die aanwezigheid zijn van God, ja, dan gaan we aanbidden. Want wat is het? Hij is heilig. En wie heilig is, aanbidden wij. Je kan daar niet zomaar komen. Ja, we danken God. Ja, je moet ook zelf heilig zijn. Daarom gaat God jou apart zetten. Hij wil consecrate you. Hij gaat je heiligen om ervoor te zorgen dat je in zijn aanwezigheid kan vertoeven. Dus if you steen dirty, if you down a low roddel, als jij de verkeerde adviezen geeft aan schaap, als je schapen naar de afgrond bent, als jij 40 jaar dominee bent en je hebt nooit contact gehad met de Heilige Geest, als jij als dominee zegt, bijvoorbeeld van werk en geloof moet je gescheiden houden, dan breng jij de verkeerde boodschap. Wie heeft jouw werk gegeven, meneer de dominee? Wie heeft jouw werk gegeven? God. Wetenschap, artsen zijn nodig, psychiaters zijn nodig, psychologen zijn nodig, ja, chirurgen zijn nodig. Maar wie heeft ze die kennis gegeven? God, dat is zijn grootheid. Dat is zijn grootheid. Dat is zijn grootheid, beste broer, beste zus. We hebben God nodig. Hij is groot. Niemand is groter dan God. Kunt u mij zeggen als u zonder God kan leven. En omdat wij met God moeten leven, dan willen wij vertoeven in zijn aanwezigheid. En hoe kom je daar? Je moet heilig zijn. Je moet hem danken. Je moet hem lofprijzen. En dan wanneer je daar komt in zijn aanwezigheid. Dus leek van mij ja, zo dat mijn begin dan met een massa, dank u wel. Ik loof u, ik prijs u, ik eer u. Ja, I abide in you, en tegen massa, en jima zijn. Dan gaat hij zichzelf op. Dan stap ik in die aanwezigheid van God. Omdat hij heilig is. En wanneer ik heilig is, dan val ik op mijn knieën. Dan lig ik met mijn gezicht naar de grond. Op de grond en mijn gezicht naar de grond. En ik heilig hem. Ik bid 24 uur lang. Ja, heiligheid is belangrijk. En speciaal en apart. Op de aarde is er geen ultieme vorm. Wie is ultiem heilig op Suriname? Ik zeg Suriname. In de wereld. Niemand is zo heilig als God. Niemand is zo heilig als God. God heiligt jou. Geen mens kan jou heiligen. Geen mens kan jou. Dat is religie. Dat is valse doctrine. Alleen God kan jou heiligen. En wanneer hij jou heiligt, dan voldoe je aan een aantal eisen. Dan mag je in zijn aanwezigheid vertoeven. En wanneer dan in die aanwezigheid vertoeft, dat wil zeggen dat hij het voor je heeft geopenbaard. En wanneer hij het voor je heeft geopenbaard, dan val je op je knieën. En dan zeg je, God, oh God, mijn vader.
Ik hou van u en niemand is groter dan u. Heiligheid gaat ons menselijk denken te boven. Nu denk dat ik u heilig. Nu denk je. Wat voor titel je ook hebt. Van apostel tot bishop. Snapt u waar ik naartoe wil gaan? Ik noem geen paus, want paus staat niet in de Bijbel. Als u het woordje paus in de Bijbel kan vinden, kunt u me een app sturen, alsjeblieft. Ik vraag. We kunnen begrijpen wat zijn wijsheid inhoudt. Want er zijn wezen onder u. Gods wijsheid heeft mensen wijs gemaakt. De vrezen des Heren begint bij wijsheid. Nee, de vrees des Heren is wijsheid. Zeg ik het goed? De vrees des Heren is wijsheid. Sorry. We kunnen zijn grootheid zien. We kunnen zijn macht zien. Zijn majesteit. Doet hij geen signs en wonderen? Ja? Doet hij geen signs en wonderen? Hij is in controle. Dat is zijn power. Die mensen die het coronavirus hebben ontwikkeld. De biowapen. De man denkt dat de man deed. Next. God is in controle. God wijst ons wie in hem gelooft of niet. Als je in God gelooft. Als je in God gelooft. Als je weet dat je bent genezen door zijn striemen. Jesaja 53 vers 4 en 5. Als je weet. Als je vertrouwt op het bloed van Jezus Christus. Dan heb je niets te vrezen. Het gaat om je relatie met God. Als je een goede relatie met God hebt, beste broer, beste zus, dan zal je in zijn aanwezigheid vertoeven. Buiten God is er niets zo heilig dan God zelf. Daarom is het een voorrecht voor ons als hij ons apart heeft gezet. Wanneer hij je apart heeft gezet, dat wil zeggen dat hij iets in jou ziet. Beste broer, beste zus, God gaat je niet zomaar apart zetten. Want wanneer je heilig bent, wanneer je apart heeft gezegd, ja, dan ga je hem aanbidden met alles van jezelf. Ja, dan ga je begrijpen wat heiligheid is. Ik ga nu even naar de pauze. Naar de reclame. Let it sink in. Let it sink in. Schrijf op. Ik ben zo bij u terug. Die Surinaamse Bijbelgenootschap en de SBG, nou dat is een organisatie die daar in zee bezig voor bij die Bijbelpoel, Aulans Tongo Chakwadeo Tongo Asana en voor bij Moiti, daar in Wansembe, Safin die Bijbel. En dat is het doel voor SBG. Die doel voor SBG, daar is bij Moiti, daar in de Tongo Deta van Sana, in Wansembe, Safin die Bijbel, die wou te voegen voor Kalesi. En als Kalesi zei, dat moet een audio en ik ga ita haika and de fantuedai adi tongo di ita fusta itongo di lobby ku itongo di ita haika mobunu de diku kwa ki ta woko tanga fusol guta di wotu fugaru gomiti hi sembe a hi de tongo de ita fan di sa fusta na so di lobby no hembe mita rupi op mita ka ita be happy da wan pisi money wa donasi baka kanye fusol guta di woko aki go do kuma fa garu ke fa go do e ke no isa chari moniko Kolefi adi kant of SBG ade a Henk Aaron stati no bu diteni ku negi na so eke no in tachari moni go store a banku awa de rekeni no bu fu SBG of eke tu itambe di moni over via banku eke no inango adi website fu SBG henda serups@sr.net no nande inango luku hide informasi na so igwa social media sei. No yo si SBG, no yo kisi informasi, un fa isa happy, buta wan donasi, buta wan blessi, fu di woko aki musu go mofara. Gantangi funu, mi kembe un libi, no un leisi, no un dawan sembe wan Bible. Gantangi funu, namas SBG. Ik sprak over die heiligheid. Ja, God is altijd bij ons, maar zijn wij altijd bij God? Dat is die vraag die je moet stellen. Kijk naar je houding, kijk naar je hart. Ben je bezig op de juiste manier, zodat God zichzelf aan jou wil openbaren? God zal zichzelf alleen maar openbaren als de atmosfeer goed is, als je in die reinheid vertoeft. Ja, wat staat er in Psalm 95 vers 6?
Psalm 5, kom mee naar de Heer. Laten we ons diep voor hem buigen. Laten we knielen, ja, voor de Heer die ons heeft gemaakt. Yes, dus lofprijzen is ervoor zorgen dat je naar God, in Gods aanwezigheid kan komen. Dat is die lofprijs. Ja, maar je gaat eerst dankbaar zijn. God heeft ons in de vorm van muziek, ja, lofprijs, aanbidding, ja, een vorm gegeven, een wapen gegeven om in zijn koninkrijk te komen. Ja, God heeft ons door middel van lofprijs ervoor gezorgd dat wij, dat hij het prettig vindt dat je bij hem naar hem toe komt. Het lofprijzen gaat atmosfeer creëren, gaat vrijheid creëren, dat we bij God kunnen binnenstappen. Het lofprijzen gaat ervoor zorgen dat we die genezing gaan krijgen. Het lofprijzen gaat ervoor zorgen dat we, vrijgezet worden van demonen. Die lofprijs gaat ervoor zorgen dat we van vrij van ziektes komen. De gezangen van Paulus en Silas in de gevangenis, ja, Handelingen 16, vers 25 tot en met 26, veroorzaakte letterlijk een aardbeving die de boeien van alle gevangenen, ja, losmaakte. Het was een mini-opwekking dat tot gevolg kwam van Handelingen 16, vers 25 en 26. Paulus en Silas waren aan het lofprijzen in de kerk. Dus wanneer je bezig bent te lofprijzen, Kitty en Kotti, Kitty en Brocco, terwijl jullie bezig zijn lofprijs, dan gebeuren er dingen in de geest. Psalm 22, vers 4 zegt het nog duidelijker. God troont op de lofgezangen van zijn volk. Dus we moeten altijd lof zingen. We moeten altijd danken en lof zingen. Ja, en jij vraagt je af, zou het zonder reden geweest zijn dat God onder de levieten die voor God in dienst waren in het Oude Testament, ja, dat ze afgezonderd waren om hem te eren, ja, om hem te loven, om te prijzen, die zangers en die muzikanten. Het was een apart volk. God had ze apart gezet. Dus God gaat je ook apart zetten. Lofprijs loopt door die hele Bijbel in. Lofprijs is eeuwig. Het is ontstaan in de hemel. Ja, Lucifer was de head worshipper. Het enige verschil van Lucifer is, hij wilde het voor zichzelf gaan doen. Hij wilde op die troon van God gaan zitten. Toen heeft God hem uit de hemel getrapt. Dus wat gebeurt er ook vaak met worshippers? Wat gebeurt er vaak met mensen in een priesteam? Ze beginnen verwant te worden omdat ze populair zijn. Ze beginnen verwant te worden omdat ze denken dat ze goed kunnen zitten. Jouw stem is door God aan jou gegeven. Wanneer je aan het lofprijzen bent bij God, je doet het niet voor jezelf. Dus maak geen show daar op die pulpit. Maak geen show daar op het altaar. De altaar is heilig. Het altaar is van God. En als je lofprijs doet van God, geen enkele worshipper, geen enkele priesteam persoon moet komen denken dat hij geweldig is. Je doet het voor God. En daar gaat het verkeerd. Vaak genoeg. We worden arrogant en hoogmoedig en we denken dat we geweldig zijn. Lofprijs, nogmaals beste broer, beste zus, is om binnen te komen in die aanwezigheid van God. Lofprijs is er om ervoor te zorgen, beste broer, beste zus, om die atmosfeer te creëren. Dat er dingen loskomen in de hemelse gewest. Dat je genezen wordt. Ja, lofprijs, ja, is het genieten. Is God te laten genieten, ja, van jou. Omdat je hem eert en looft en prijst. Kijk wat er staat in Openbaringen 4, vers 10 en 11. Elke keer dat ze dat deden, lieten de 24 gemeenteleiders zich in aanbidding op de grond vallen voor hem die op de troon zat. Dan wierpen zij hun kroon voor de troon op de grond. Ze aanbaden hem die eeuwig leeft en zeiden: Heer, alle macht en eer en kracht is voor u. Dat bent u waard, want u heeft alles gemaakt. Alle dingen zijn er omdat u dat wilde dat ze er waren en omdat u ze gemaakt heeft. Dus naughty, naughty, naughty is zonder God tot stand gekomen. Hij is creator. Hij is creator. Hij heeft alles gemaakt. Ook u die daar zit. Ja, ook u die geen christen is, heeft u ook gemaakt. Lofprijs is er altijd aan de schepping verbonden. Lofprijs is altijd. Ik praat over het vertoeven in Gods aanwezigheid. Hoe kom je daar? Hoe kom je in die aanwezigheid van God? Door dankzegging en lofprijs. Vraag maar, kijk wat hij aan Job vraagt. In Job 38, vers 4 tot en met 7. Waar was jij toen ik de aarde maakte?
Vertel dat eens, als je zo wees bent, al die weesneuzen die daar thuis zitten. Waar was jij toen God de aarde schiep? Wie heeft bepaald hoe groot de aarde moest worden? Wie? God alone can do that. Zijn macht is daar. Dat weet jij vast wel. Wie heeft de aarde gemeten? Niemand kan dat doen. Ja, waar staat de aarde op? Niemand kan dat creëren. Alleen God kan dat. Toen de aarde werd gemaakt, juichten en jubelen de engelen. Job 38, vers 7. Toen de aarde werd gemaakt, juichten en jubelen de engelen. Zie je dat die lofprijs er altijd geweest is. Lofprijs is de gepaste en beste manier om God te benaderen wanneer hij zit op zijn troon. Vorige week heb ik gesproken over wandelen met God. Vandaag praat ik om te vertoeven in zijn aanwezigheid terwijl je wandelt met God. Adam en Eva vertoefden altijd in de aanwezigheid van God. Ze hebben gekke dingen gedaan. Toch bent u de heilige God. Heel Israël eert u met zijn liederen als koning. Lofprijzing is een krachtige geestelijke daad in het leven van gelovigen. You must full love praise. En you must full obey him. If you're not a Christian, als je geen fake Christian bent. Als je geen Christen bent die lukewarm is wat er staat in Jacobus toch. Je gaat met de golven mee. Je gaat van de ene kant naar de andere kant. Je gaat maar, je wandelt maar. Soms ben je warm, soms ben je koud. Je bent lukewarm. Als jij een ware Christen en ware gelovige bent. Wanneer je God prijst met heel jouw hart en ziel. Zul je daarvan de vruchten plukken. Heerlijke vruchten. Zoals overwinning. Kracht, blijdschap en bevrediging. Kortom, je zal zegen ervaren. Theo love praise. Je deed in een atmosfeer voor overwinning. If you are a love praiser, als jij love praiser, dan ben je altijd overwinner. Want God troont op onze lofgezangen, beste broer, beste zus. Laat me u zeggen, alhoewel God houdt van die love praise, het komt er steeds op neer dat we ook moeten dankzeggen. Alhoewel lofprijzen van God is. Ja. Want het komt echt. Alle lof. Hij komt alle lof. Dat doen we dat ook. Omdat we bij God willen komen. Want wij banen daarmee voor ons de weg. Dat God ons zei. Onze heils. Kijk wat er staat in de Bijbel. Wanneer je lofprijst. Ja, dan eer je God. Dan loof je God. Dan prijs je God. Om in zijn aanwezigheid te komen. Maar wanneer je het doet. Dan zorg je er ook voor. Dat je in die aanwezigheid kom door middel van die lofprijzing. Psalm 50, vers 23. Wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Yes, als lofprijs wordt gecombineerd met dankzegging, krijgen we toegang tot God. Psalm 100, vers 4. Ga met een danklied zijn poorten binnen. Kom met een danklied naar het plein van zijn heiligdom. Prijs de Heer. Dank je. Weet u waarom? Ja, want de Heer is goed. Zijn liefde duurt eeuwig voort. Zijn trouw houdt nooit op te bestaan. Boy, weet, sommige mensen beseffen niet hoe groot onze God is. Mensen beseffen niet hoe groot God is. U bent een kind van God. U bent een kind, een zoon, een dochter van de Almachtige God. Jezus Christus. In Jesaja 60, vers 18 staat er, heten de poorten van God lofprijs. Kijk wat er staat. Er zal helemaal geen geweld meer zijn in het land. In je hele land zal niets meer verwoest worden. Je muren zullen voorspoed heten en je poorten loflied, lofprijs. Dus om daar te komen in zijn aanwezigheid, of om te vertoeven in de aanwezigheid van God, we moeten lofprijzen. Maar ook zeker dankzeggen. Lofprijs begint met een hart van dankzegging. Dank God voor zijn goedheid. We loven, we prijzen God zijn grootheid. Dankzegging en lofprijzen openen de deuren, beste broer, beste zus.
dankzegging en love praise openen de deuren. Je stapt in die heerlijkheid. Je stapt in die aanwezigheid van God. Je stapt in die heiligheid van God. Oh, wat is dat toch zo heerlijk. Wanneer je bezig bent met je hemelse Vader en je stapt in zijn heerlijkheid. En je hoort zijn stem. Masara denanga yo, you can brasa masara, you can krenanga, you can tagange. You pa is sorgugi yo. Love praise opent de deur naar God. Maar love praise begint met een hart van dank. Hebreeën 12 vers 28. Laten wij derhalve, omdat wij onwankelbaar dat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn, dankbaar zijn. En hierdoor God vereren op hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag. Want onze God is een verterend vuur. Ondankbaar, als je ondankbaar bent, zal je nooit in de aanwezigheid van God vertoeven. Psalm 95 vers 1. Kom, laat ons jubelen voor de Heeren. Juichen ter ere van de rots onze heil. Niet schreeuwen. Aan het ik op het podium. Op het altaar. Je mag wel op bari. Kot wel op koti. Nee. We moeten God eren. Love prijzen. Worship became entertainment. Het is geen show. Jezus is geen show. Jezus is geen show, beste broer, beste zus. Psalm 145, vers 3 zegt, u bent geweldig, u verdient het te worden geprezen. U bent zo machtig, het is niet te begrijpen. Psalm 145, vers 3. Ik bemoedig u, na deze sessie, als u even tijd hebt, leest u Psalm 95. Leest u Psalm 95. Wat ik u zo net vertelde is om toegang te krijgen tot zijn afwezigheid. Love, praise en dankzegging. Psalm 95 vers 3 zegt, want de Heer is groot. God is een grote koning boven alle goden. Lees verder. Hem erkennen als de machtigste schepper. Als je dat niet kan, zal je niet in zijn aanwezigheid. We moeten de Heer erkennen als de machtigste, de allermachtigste. Hij is God almachtig. Hij heeft ons gecreëerd. Hij heeft ons genade gegeven. Hij heeft u leven gegeven. Hij geeft u zijn liefde die onmetelijk is. En toch vergeet u steeds om hem te blijven lofprijzen. En te blijven dankzeggen. God is God. En He is Almighty. Ja, door de eeuwen heen kan niemand. Ja, kijk wat er staat in Psalm 95 vers 4 en 5. Door de eeuwen heen zullen de mensen blij zijn over wat u heeft gedaan. We zijn altijd blij. Ze zullen vertellen wat u voor geweldige dingen heeft gedaan. Ik zal vertellen over uw macht en majesteit. Daar waar ik ook ga, wat ik ook zeg, ik zal u altijd prijzen en loven, God. Omdat mensen denken dat God zomaar is. En kom niet met teksten smijten op Facebook en dat. Nee, het gaat om je hart. God kent je hart. God kent je hart, ja. Nogmaals, God kent je hart. Maak geen show van Jezus. Maak geen show van Jezus. U zult de naam van God niet ijdel gebruiken. En remember, ik blijf het zeggen. Elke aflevering van Bijbelwoord ga ik het zeggen. Remember, Matthäus 7, vers 23. Heren, heren. Dankzegging en lofprijs is de manier om toegang te krijgen tot ware aanbidding. Wat is er in uw hart op dit moment? Laten we onszelf onderzoeken of wij werkelijk leven en wandelen voor Gods aangezicht. Of wij wandelen met God. Nogmaals, laten wij onszelf onderzoeken. Als wij werkelijk leven en wandelen voor Gods aangezicht. Of wij wandelen met God. Psalm 95 vers 6. Treed toe. Laten wij ons nederwerpen en ons buigen knielen voor de Heere onze Maker. Wanneer we hebben gelofprijs en wanneer we hebben dank gezegd, dan komen wij, ja, in die aanwezigheid. Lofprijzen en dankzegging is niet ons einddoel. Sommige mensen stoppen precies daar. Nee, wanneer je hebt gelofprijs. Daarom is het belangrijk,
wanneer een kerkdienst begint, dat men love prays, dat die atmosfeer gecreëerd wordt. God komt alleen maar in die atmosfeer. Vaak genoeg besteedt men te weinig aandacht aan love prays en aanbidding. God komt waar die atmosfeer is. Ons doel is ware aanbidding. Onze houding in Gods aanwezigheid is ware aanbidding. Vertoeven op dat geestelijk niveau. Niet met onze mond en lichaam alleen, maar gewoon op dat geestelijk niveau. Ja, dat fysieke komt dan niet meer aan bod. Wanneer je in die heiligheid van Gods aanwezigheid komt, past. Ja, ja, maar één ding, aanbidding. Dus wanneer je hebt gelofprijs, wanneer je dank hebt gezegd, dan stap je in die aanwezigheid van God. Wanneer je stapt in die aanwezigheid van God, kan je alleen maar aanbidden. Want de heiligheid hemzelf is daar. Heiligheid. Heiligheid bestaat niet uit regels of een stel regels. Nee, velen begrijpen niet eens wat heiligheid is. Heiligheid is wat God is. Kijk wat er staat in Colossense 20 tot en met 23. Omwille van de tijd ga ik het niet voor u lezen. Maar lees het even. Moet ik het toch voor u lezen? Ik ga het voor u lezen. Colossense 2 vers 20 tot en met 23. Jullie zijn met Christus gestorven. Daarom heeft de wereldse manier van denken geen macht meer over jullie. Waarom? Laten jullie je dan toch nog allerlei regels opleggen. Dwang. Denk, kijk wat er nu gebeurt. Ja, waarom? Laten jullie dan nog steeds allerlei regels opleggen. Jullie horen toch niet meer bij deze wereld. We zijn in deze wereld. We leven in deze wereld. Maar we zijn niet meer van deze wereld. Vers 21. De mensen komen met allerlei regels. De overheid enzovoorts. Ja, dat mag je niet aanraken. Dat mag je niet doen. Je moet dat soort spuitje nemen. Nee, daar mag je niet aankomen. Maar al die regels zullen in de loop van de tijd weer verdwijnen. Godse regels zijn eeuwig. Ja, ze gaat dat nu eenmaal niet met wetten en regels van mensen. Zo gaat het nou eenmaal met wetten en regels van mensen. Ja, vers 23. Het klinkt allemaal wel heel erg wijs en mooi, maar toch is het een zelfbedachte godsdienst. Religie. Het heeft helemaal geen zin om overdreven nederig te zijn en om hard te zijn voor je eigen lichaam. Mensen die daarmee bezig zijn, willen alleen maar laten zien hoe geweldig godsdienstig te zijn. En dan start je met religie. We moeten heilig zijn, want God is heilig. Leviticus 19, vers 1 en 2. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, en het geldt ook in deze dagen voor ons, leef heilig, want ik, jullie Heer, ben heilig. En als je bij God komt en Hij is heilig, dan dien je ook heilig te zijn. Je moet puur rein zijn. Ja, heiligheid betekent, je mag komen in zijn aanwezigheid. Ja, we moeten heilig zijn, want God is heilig. Hoe ga je meewandelen met God als je niet heilig bent? Waarom moet je God aanbidden als jij zelf niet heilig bent? Je moet heilig zijn. Wil je wandelen met God, wil je in zijn aanwezigheid vertoeven, dan moet je heilig zijn. God is heilig. Weet je waarom? God is licht. God is rechtvaardig. God oordeelt. Ja, God is woede en ook toorn. God is... Kijk wat er staat in Nahum 1, vers 2. God is woede. Vaak genoeg willen mensen niet dat je daarover praat, maar God is ook een God van woede en toorn. De Heer is een jaloerse God. Hij wil niet dat de mensen andere goden aanbidden. Hij straft zijn vijanden streng. Kijk hoeveel mensen niet in afkodering zitten. Kijk, God is heilig. Je kan niet twee mensen aanbidden. Geld, mannen, je kan niet twee heren dienen. Mensen aanbidden andere goden. God is ook vergevingsgezind. Psalm 51 vers 2. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. God is genade. God is macht. God is heiligheid. Dus wanneer ik praat over die heiligheid van God, dan praat ik over zijn licht, liefde, rechtvaardigheid, rechtvaardig oordeel, woede, toorn, vergeving, goedheid, genade, macht. In Jesaja 6. Vers 3 staat er, en de engelen riepen tegen elkaar, heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse leger. De aarde is vol van zijn schitterende macht en majesteit. Ja, Jesaja 6 vers 3. Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse leger. God is heilig, u moet heilig zijn. Als je in zijn aanwezigheid wil vertoeven. Vorige week wandelen met God. Vandaag praat ik over vertoeven in zijn aanwezigheid. Dan dien je heilig te zijn. Dat nanga morsu libi zei libino.
tap nangen. Stop ermee. En ik praat niet alleen tegen ongeloof, ik praat ook tegen christenen die roddelen, christenen die jaloers zijn, christenen die boos worden op andere mensen. Ik praat ook over die mensen. Zonder openbaring van Gods heiligheid kan er geen aanbidding plaatsvinden. Dus wanneer je heilig bent en God ziet het, dan gaat hij zichzelf aan je openbaren. Aanbidding is onze reactie op Gods heiligheid. Ja, we zijn bijna bij het einde gekomen. Ja, dus wandelen met God is vertoeven in zijn aanwezigheid. Om daar te komen, moeten we lof prijzen en dankzeggen. Wanneer we daar zijn, moeten we aanbidden. En dat kan alleen als we heilig zijn. Hoe word je heilig? Je kan het niet verdienen. Niet naar je eigen werken. Niet naar dat mensen die denken van, ai, ik heb geëvangeliseerd, ik heb zoveel zielen gebracht. Nee, God geeft je zijn genade om in die heiligheid te komen, beste broer, beste zus. Kijk wat er staat in Psalm 100, vers 4. Ga met een danklied zijn poorten binnen. Kom met een danklied naar het plein van heiligdom. Prijs de Heer. Dank hem. Laten we bidden. Vader, ik kom tot u. Vader, deze woorden die u me hebt laten uitspreken, laat het zich gaan nestelen in de harten van mensen. Vader, dat de mensen vanaf vandaag, Heer, ik bid mijn gebed, dat de mensen vanaf vandaag zullen wandelen. Dat de mensen vanaf vandaag, beste broer, beste zus, dat ze in uw aanwezigheid zullen vertoeven. Vader, dat ze zoals u zegt in Psalm 100, Vader, zoals u zegt in Psalm 100, Heer, dat de mensen met een dankblief uw poorten binnenkomen. Dat ze u gaan lofprijzen met een waar hart. Dat ze u gaan danken, Heer. Dat mensen nog dankbaarder worden voor hetgeen u ze geeft, Vader. Ik bid, Vader, voor elke broer, voor elke zuster die luistert, Vader. Dat die genade van u nog meer over ze zal vallen. Dat uw liefde die oneindig is, ze nog meer zal raken. En dat ze zullen danken en lofprijzen. En zich zullen heiligen. Consecreer them, Vader. In the name of Jesus, Vader. Consecreer them, zodat ze heilig worden en in uw aanwezigheid mogen vertoeven. Ik bid, Vader, dat elke broer of elke zus die luistert, Vader, in uw aanwezigheid mag komen. Dat ze uw heerlijkheid kunnen voelen en dat ze uw heiligheid kunnen zien in de geest. Heer, heilig ze, Vader, dat ze u kunnen aanbidden als een ware aanbidder. Dat ze op hun knieën vallen, dat ze het zullen uitschreeuwen hoeveel ze van u houden. Vader, ik bid dat elke broer en elke zus, Vader, in die fase zal komen. Ik bid heiligheid over ze. Ik bid aanbidding over ze. Vader, geef ze de geest van lof en aanbidding. Vader, dat bid ik over elke broer, elke zus, Vader, op dit moment, in Jezus' naam. Vader, ik bid voor dit land. Ik leg het in uw machtige handen. Ik bid voor de coronapatiënten, Vader. Ik bid voor de doktoren, de zusters, de verpleegsters, Vader. Dat ze het werk mogen doen, Vader, zoals u dat wilt, Vader. Wilt u ze zegenen? Wilt u ze beschermen? Wilt u hun familie beschermen? Vader, ik bid, Vader, voor de zieke men. Ik bid voor de huwelijken, Vader, die op dit moment onder druk staan. Vader, wilt u die huwelijken redden? Vader, maar ik bid ook, Vader, voor elke broeder, elke zuster, dat ze waarachtige christenen worden. Dat ze de weg naar u weer terug zullen vinden. De weg van dankzegging, lofprijs en aanbidding. Heer, Vader, ik dank u, Vader, dat ik dit heb mogen doen vanmiddag. Heer, Vader, we geven u alle eer. We geven u alle lof en we geven u alle prijs. In Jezus' almachtige naam. Amen. Laat me u zegenen. Ik wens jullie toe dat de Heer met jullie zal zijn en jullie zal beschermen. Dat Hij goed voor jullie zal zijn en voor jullie zal zorgen. Dat Hij over jullie zal waken en jullie vrede zal geven. Ik proclameer vrede, liefde en herstel over jullie leven. Jullie zullen leven, ja, zoals God dat wil. Zijn zegen zal op jullie vallen en zijn rust. In Jezus almachtige naam. God bless you. Amen. Mamma, la luz y a la luz.
a prayer, carry me, oh. Holy Spirit, carry me, oh. To the place of power, carry me. Carry me, oh. Carry me to realms of glory. Carry me, oh. Carry me, oh. Holy Spirit, carry me, oh. Carry me, Holy Spirit, guide me, oh. Guide me. I need direction. Guide. Caranusca, 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 Caranusca,
Thank you.